De afgelopen week is dus Midsommar uitgekomen, de volgende film van de regisseur van Hereditary, die vorig jaar zoveel opzien veroorzaakte. In zijn volgende film ben ik helaas teleurgesteld. En hier volgen de redenen waarom ik teleurgesteld ben in Midsommar. Het is namelijk vanzelfsprekend dat een cultureel ritueel iets spiritueels heeft. Daarnaast volgt het hetzelfde patroon als Hereditary, waardoor je precies weet wat je kan verwachten. Daarnaast weet je ook, als je Hereditary gezien hebt, dat de situaties en beelden heftig kunnen zijn. En ook vanuit Hereditary weet je dat de details heel belangrijk waren, waardoor je in elk detail op voorhand iets gaat zien. En dat betreffende detail blijkt achteraf ook belangrijk. Daarnaast krijgt het kwaad, de kwaadaardige godheid die achter de gebruiken uit deze film zit, geen gezicht. En moet je dat maar zelf proberen in te voelen. Daardoor is de film een stuk minder interessant. In het kader van dit punt. Bij Hereditary heb ik een aantal, zeg maar, bijzondere ervaringen gehad. In Midsommar is het gewoon een menselijk handelen dat kwaadaardig is en niet een of andere duistere spirituele macht. Daarnaast zit misschien wel een interessant verhaal achter, maar de informatie die je over het verhaal krijgt is meer een soort van rebus dan dat je daarin echt in je gevoel wordt meegenomen. Het is meer informatie en die moet je maar koppelen aan de rest van de film. Je krijgt met name in het begin wat cryptische en anderszins indirecte informatie te zien en te horen, maar dat is het dan. Je moet zelf maar het sommetje zien te maken, maar dat is dus puur op logisch, rationeel niveau. Hereditary was een spirituele, mysterieuze ervaring en dit was gewoon meer een ceremonie die uit de hand liep. Meer een thriller, een psychologisch drama. Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat dit gewoon een heel goede, even goede film als Hereditary was. Maar dat Hereditary nog te vers in ons geheugen ligt. Ik weet niet wat je zelf hiervan vindt. Groetjes.